ben hier nu in de Provence, Zuid-Frankrijk. En ik zit in het plaatsje Salernes. Dat is de plaats waar Herman Krikau woont. Herman Krikau woont daar aan de andere kant van de berg. En wat heb ik gedaan? Ik ben naar hem toegereden. En zijn lieve vrouw Helene. En ik heb hem een voorstel gedaan en gezegd, laten we een keer samen gaan schilderen. Daar was hij in eerste instantie niet direct enthousiast over, want ja, het is natuurlijk best moeilijk om samen op één doek te gaan schilderen. Maar wat we hebben afgesproken is, ik begin aan dat doek aan de linkerkant. We hebben een lijn getrokken, een beetje een vloeiende, dus geen strakke lijn, maar een lijn die organisch loopt, zeg maar. En dan gaat Herman aan de rechterkant zijn kunst maken op hetzelfde doek. Dus het wordt een combi art project met Herman Krikhaar en Pim Smit. Verder ga ik ook nog wat andere werken maken. Je ziet ze hier liggen. Twee van 1,40 bij 1,40. En één of twee van 1 bij 1,20. En wat kleiner werk van 50 bij 50 centimeter. De komende 4-5 dagen zal ik hier zijn. Bij de familie Michel hier in Salernes. Ik heb een klein huisje waar ik slaap. Het is echt een bed en een toilet. Maar dat is genoeg voor een arme kunstenaar. Het is best wel warm vandaag. Het is nu al zeker 6, 27 graden en het is 10:30. En toch ga ik beginnen kijken hoe de progressie gaat. Who makes the cookies? Bonnie is er ook al bij. En daar ben ik niks meer te zeggen. Nee, dat is ook heel vervelend. Altijd. Ik ben er een beetje aan in. Ja, als het rode lampje knippert, dan doet je het. Ja. Ja, jullie gaan nu heel hard hoor. Dat is echt heel mooi. Bonnie zit heel mooi bij je. Okay. Nou Herman, nou, en wat ga jij nu daar doen? Wat moet ik nu doen? Nou, we zullen het morgen zien. Nou, ik heb een idee. Ik knip hem hier door. Nee, jij moet nu gaan werken daaraan. Jij hebt nu een uitdaging. Ja, we gaan nu. Ik heb nog twee mooie schilderijen. Die zijn morgen klaar. Oh. De andere twee die het gooien. Ja, daar ben je mee bezig hoor. Ja. Zijn die ook in. Net in jouw verhaal, in de katana, dus dat je 35 doeken per jaar maakt. Ja, 35 tot 40. Ja, 500. Nee. Nee, nog niet, misschien komt het nog. Ja, maar de doeken die je nu gemaakt hebt, de nieuwe doeken, zijn die ook, lijken die weer hierop of zijn die weer anders? Die zijn een beetje dezelfde sfeer. Familie hier, maar ze zijn dus wel anders geworden als je ze in Amsterdam had geschilderd. Ja, in Nederland, in België. Ja. Ja, maar dit was op een blauwe zeil. Ja, ook dat heeft een invloed erop. Ja, blauwe zeil en buiten en een vreemde omgeving bij mensen die. Ja, ze kwamen toch redelijk vaak erbij staan en zo. En Oké. Dus het was net even anders, ja. In het Frans uitleggen waar je mee bezig was. Ja. Dus maar dat is dus ook alweer heel spannend voor jou om te zien. Ja, ik ben echt een keer gegaan als een beest. Ja, dat zie je ook wel, ja. Het is heel, fauvisme. Fauvistie, ja, precies. Maar ik vind hem echt schitterend. Hij heeft wel iets, noem je dat, iets serieuzer ineens. Ja. Ik vind dit ook wel grappig, dit zo doorloopt zo hier. Ja, ik weet niet. Precies, ja, ik vind hem. Later werk weet ik dat niet. Wacht even. Zo.
wel toenadering met... Met de andere helft van het doek. Wat hier gaat gebeuren. Absoluut, absoluut. Dat vind ik ook, ja. Een beetje dit zit erin. Ja. Ja. Hij kan wel rechtop blijven, denk ik. Ja. Ja, ja, dat is wel redelijk. Ik had hem in de bus laten drogen, want... Het is zo warm hier meteen. De ja. Zon, die knalt van verf. Ja. Ik ben er kapot. Gewoon, ja, ja. Tof, hè? Ja. Sterk. En dit was gewoon de, van het eerste opzet gelaten. Dat vind ik spannend, omdat gewoon dit is nog gewoon wit doek, hè? Dit. Dat is de. Hier. Precies, dan zie je hem helemaal terugkomen. Ja. Maar dat maakt het ook heel sterk, vind ik, hoor. Dat gezicht, dat het juist heel anders is. Ja, het is. Ja. Ik ben ook heel benieuwd of Herman. Dat is wel goed, echt, dat hij het niet hoort, wat hij daarmee gaat doen, of hij dat juist wel of niet ook in gaat verwerken. Maar ik denk wel, ja, ik ben... Het is spannend. Ja, ik vind het heel erg spannend, dit. Ah, nee. En dan zeg ik klaar, zeg. Dat doet Herman, die met er een heel groot vraagteken op. En dan gaat hij daar maar weer verder mee. Ja, gelukkig. Ja. Ja, dat is voor nu dan even wat het nu is, maar ja. Morgen zullen we zien hoe dit af gaat lopen. Ja, we willen. Nou, morgen is het weer helemaal droog, dan kunnen we, weten. Is hij morgen droog? Moeten we de zon zetten misschien? Ja. Nee, dat zou ik niet doen, dat gaat te hard. Nee, dat is rook. Ja, er is, ja, ze zijn er aan branden. Die is altijd aan het fikken. Oh, jee. Hoe dan ook, als er bistralen is, wat, ik denk die man, die zal ons een keertje in de brand hier, dat je met een beetje wind hier vuur bij. Ja. Altijd is in brand. Maar de wind staat goed. Nu. Camera dan, hè? Het kan zijn, het was van de eerste snelle opzet. Wil ik dat heb ik gezien. Dat gezicht is af. Dat heb ik gezien. Maar het model heb ik niet gezien, die voor je model heeft gestart. Ja, dat kost nog wat, hoor. Jezus, om dat hier voor elkaar te krijgen. Echt zo'n dorpsmeisje, ik denk, ja. Maar het was moeilijk uitleggen in het Frans. Zij dacht dat ik hele andere bedoeling had. Ja. Mooi. Bonnie, Jensie. Nee, Bonnie, kom niet aan jou. Maar het was best spannend, want de ruimte die ik had was ongeveer zo groot als dit, met dat zeil, dat blauwe zeil. Nee, ik ga nog niet meer zo heen blijven, want... Dus toen was ik aan het gooien en smijten. Ik denk, ik ga hun hele huis daar krijgen. Wordt meegeschilderd. Ja, maar het viel mee. Ja, de goeie, hoor. En ik heb geen lak bij, misschien, maar ik weet niet of dat moet. Of je zelf lak je wel eens doeken? Vrij tof, de zon heeft er al ingebrand. Ja. Gisteren. Ja, precies. Dus dat blauw is wat doffer, hè? Zie je? Ja. Omdat je midden in de zon staat. Ja, dat het maar zo lekker droog is. Zo is het goed. Het is een hele goeie, hoor. Heb je al een idee, Herman, wat je gaat doen? Misschien moet je plat maken. Wat ga je doen? Of je kunt hem vannacht even plat leggen. Vannacht plat leggen. Dat hij even goed droogt, dat hij niet kan uitlopen, maar dat zal hem meevallen. Volgens mij niet meer. Hij is wel lekker. Dit blijft al zitten. Dat loopt dus niet uit. Ja, je mag hem wel plat leggen. Dan ga ik ook plat liggen. Nee, nu al? Nee, nu al niet. Net hier. Herman doet dat wel eens. Die legt het wel naast zijn bed, legt hij hem dwars neer. Weet je, dat ik kan hij er naar kijken. Zo van, wat heb ik nou fout gedaan? En dan de volgende dag gaat hij weer verder, dat doet hij wel. Ja, maar dit wordt gewoon leuk. Ja. En dit is hartstikke leuk. Ik ben niet over de helft gegaan, want jij wilde iets meer dan ik, zei je. Wat is zo'n eigenwijze droom? Dat geloof je toch niet? Hier heb je gelijk, maar hier niet. Ja, maar jij dit weer, hè? Kijk, moet je zien, dat heb ik. Ja, nou precies. En dat is wel mooi, dat er een beweging in komt die met elkaar wat te maken heeft. Huh? Het kan best zijn dat hij precies in het midden is, hoor, toch? Ja. Als je van hier kijkt, dan hebben we allebei echt de helft. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk, dat je echt de helft hebt. Ja. Dat is heel goed. Nee, dat komt maar dit geeft wat speelser ook, dat het niet zo'n rechte lijn is geworden. Ja. Dat integreert nog beter. God. Ja, dat was het idee van helft. Ja, dat vond ik ook wel een goed idee. Ja. Ik ben benieuwd wie zij mag ontmoeten. Ze vragen natuurlijk wel ergens om, hè? Kijk al naar jou, eigenlijk.
Ja, maar er staat te weinig op hier, hè? Nee, ik vind wel, dit is al een heel verhaal, kan je hier uithalen, Herman. Je kan al, waarom kijkt ze zoals ze kijkt? Hoezo je dat moet kijken? Nou, kijk naar die vrouw. Ja, dat zie je met tieners. Nee, dat zie jij. Nee, maar je hebt beneden al een paar billen en dit erbij. Nee, Herman, jij maakt er morgen iets moois bij.